Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga van jullie deze set testen en dit is een blackhead removal pack. Dit is een set om blackheads te verwijderen en deze komt van de Action. En het leek mij wel leuk om dit gewoon met jullie te gaan testen om te kijken wat ik hier nou van vind. Je hebt drie producten, ik zal ze even uit het doosje halen. Dit werkt in drie stappen namelijk. Allereerst heb je een melting toner. En dat is stap 1. Dan heb je stap 2. En dat is het masker. Het Blackhead Clear Nose Mask. En dan heb je als laatste stap nummer 3 en dat is de Moisturizing Essence, oftewel gewoon een lotion die je aanbrengt nadat je het masker hebt aangebracht. Dus ik ga dit voor jullie testen om te kijken of dat dit werkt en wat ik ervan vind. Dus mocht je benieuwd zijn na deze set en wat ik ervan vind, zou ik zeker zeggen kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met stap 1 en dat is de Blackhead Melting Toner. Deze moet je sprayen op een wattenschijf. Dus je hebt een wattenschijf en die moet je op je gezicht aanbrengen. En deze moet je 8 tot 10 minuten laten intrekken. Dus ik ga deze gewoon opsprayen. Dus gewoon. Ik heb een spiegeltje bij de hand zodat ik kan zien waar ik het ga smeren. En daarna moet je het afspoelen. Dit ga ik even laten intrekken en dan zie ik jullie terug als het is ingetrokken en ik het eraf heb gehaald. En dan ga ik verder met het Blackhead masker zelf. Zo, ik heb de toner er inmiddels afgewassen. Dus nu is het tijd voor stap 2 en dat is dus het Blackhead masker. Deze zit in de tube en ik ga dit aanbrengen door wat in een bakje te doen. Met een kwastje ga ik het aanbrengen. Dus even kijken of dat dit wat gaat zijn. Het moet 15 tot 20 minuten inwerken, want het wordt hard. En daarna kun je het dus eraf trekken. Dus ik hoop dat dit een beetje pijnloos gaat zijn. Oh ja, het is echt heel zwart jongens. Kunnen jullie het zien? Oh, dat vind ik wel weer genoeg. Je moet zelf even kijken hoe dik je de laag moet maken. Ook gewoon even wat je wil doen. Kijk, zo ziet het eruit. Ik heb een spiegeltje, dus ik ga het even uitmanieren. Oh, dit plakt! Oh jongens. Ik ga het gewoon over mijn hele gezicht doen. Je moet wel uitkijken of je allergische reacties krijgt, maar dit ziet er best heel charmant wel uit. Ik had beter mijn haar even vast kunnen maken, denk ik. Onder je ogen moet je altijd een beetje uitkijken. Nou, het ziet er heel charmant uit, vinden jullie ook niet? Het is wel echt heel erg lastig materiaal, moet ik zeggen, om aan te brengen. Het ruikt niet vies, het ruikt best wel lekker. En ook de wenkbrauwen hou ik vrij. Hou hier een beetje. Kijk ook uit voor je haren. Ik vind het gewoon een beetje eng ook. Wacht, ik ga mijn haar eventjes wat beter naar achter doen. Nou, dit gaat dus hard worden straks. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben vooral heel erg benieuwd of het een beetje makkelijk te verwijderen gaat zijn. Zo. Ik ga hem op mijn neus ook niet helemaal aanbrengen. Omdat ik natuurlijk die neuspiercing heb. En die ben ik er vergeten uit te halen. Maar
boven op je neus, maar voel je toch het ergst. Of waar, daar heb ik zeg maar wel het vaak de meeste mee-eters. Lekker, dit. Oh. Ik heb veel te veel gepakt. Ik ga het wel even proberen op te maken. Dan maak ik de lagen hier en daar gewoon iets dikker. Maar wow, ik vind het wel heel zwart hoor. Oh. Nou, dit ga ik dus hard laten worden. En dan ga ik het straks, als het opgedroogd is, ga ik het met jullie proberen af te halen. Dan kunnen we ook zien of dat het een beetje gemakkelijk gaat of dat het echt heel moeilijk gaat. Ik heb ook eens gehad dat het echt heel lastig ging. Ik heb hem hier iets te dicht bij mijn oog aangebracht, merk ik al. Dus dat vind ik minder prettig. Maar ik ga even zien of dat dit ja, een beetje snel hard wordt. En dan gaan we het weer afhalen. Inmiddels zijn we 15 tot 20 minuten verder en het masker is echt hard. Ik kan echt bijna niet meer bewegen en praten. Het voelt er heel gek. Dus het is tijd om het eraf te halen. Dan zou je dit er dus gewoon af kunnen trekken. Ik heb hier een spateltje liggen waarmee ik het ga proberen. Maar ik heb ook voor de zekerheid een doekje met een warm doekje met lauw warm water voor als het echt niet los gaat. Ik ga het even proberen. Dit doet pijn. Ik moet gewoon eigenlijk even het een beetje openmaken. Nou, je trekt het echt niet zo gemakkelijk los. Mijn haren zitten er ook nog bij in, zie ik. Wacht, ik ga het gewoon met het doekje doen. Oh, kijk. Nou gaat het een beetje los. Oh, het is echt in mijn haar gekomen, zie ik. Het voelt heel pijnlijk, dit. Nee, je trekt het echt niet zo gemakkelijk los, hoor. Dit doet echt pijn. Ik ga het eens met het doekje proberen. Kijken of het dan iets gemakkelijker gaat. Nou zeg. Dit gaat wel een stukje makkelijker. Dat trekken, dat is in ieder geval geen succes. Natuurlijk ook niet alles gaat eraf. Oh, dit is wel echt pijnlijk, jongens. Auw. Oh. Zoals je dus ziet, gaat het er echt heel moeilijk af. Ik vraag me af of dit wel echt serieus goed is voor je huid hoor. Auw.
Nou, ik ga in ieder geval even. Misschien had ik het niet op mijn hele gezicht moeten smeren, maar ja. Ik ga dit gewoon testen. Dus ik denk, ja, weet je, dan moet ik het ook wel goed doen natuurlijk. Oh, dit hier zit echt super vast hier zo, dit gedeelte. Het zit ook in mijn wenkbrauw, hij is fijn. Eigenlijk om het gewoon een hele dikke scrubspons gewoon over mijn gezicht te gaan om dit eraf te krijgen. Nou, het meeste is er in ieder geval af, gelukkig. Nu is het tijd voor de laatste stap en dat is de vochtinbrengende crème. Die ga ik nu aanbrengen en dat hydrateert de huid weer. Je ziet zelfs dat het nog niet eens helemaal van mijn huid af is. Maar ja, ik ga gewoon onder de douche toch maar even heel goed afboenen, want dit is echt een beetje drama. Dit ding ook trouwens. Wow, dat is... Het loopt er gewoon uit, zeg maar. Het is gewoon een wit crème. En die ga ik nu gewoon even op mijn gezicht aanbrengen. Oh, het ruikt wel heel erg lekker. Je moet dit met zachte rolbewegingen doen. Oh. Oh, dat verzacht wel, jongens. Ik heb een rode huid van het masker, niet normaal. Is niet grappig. Zo. Nou, mijn eindconclusie van deze set. Hij is voor de normale huid, sowieso. Dus eigenlijk, ja, als je een hele gevoelige huid hebt, zou ik hem al niet aanraden. Ik heb niet een hele gevoelige huid, maar toch kreeg ik echt wel rode plekken nadat ik het masker eraf had gehaald. Ik vind die toner, die vond ik op zich prima. Dat brengt makkelijk aan. Nou, daar heb ik niks op aan te merken. Dat masker, dat vond ik een lastiger ding. Want, nou ja, goed hè. Dat heb ik dan aangebracht en dat moest eventjes drogen. Maar het eraf halen vond ik een ramp. Dat heb je kunnen zien. Het lukte bij mij ook niet om het er gewoon af te trekken. Ik moest met een doekje in de weer. Nee, ik vond dat echt niet fijn. Dat deed ook echt zeer. En daarnaast heeft zij mijn blackheads niet verwijderd, want ik heb nog steeds wat zwarte puntjes op mijn neus. Dus het heeft ook eigenlijk voor geen meter geholpen. Dus ik heb pijn geleden voor niks. En ik moet zeggen dat daarna mijn huid ook best wel rood was. En dat ik wel echt merkte dat het gewoon pijnlijker was. Die lotion, die vond ik op zich prima. Dat verzachtte de boel wel weer. Ik kreeg ook wel het idee dat dat wel weer een beetje... ja, vocht inbrengend was, waardoor mijn huid ook wel weer wat meer adem kreeg, zeg maar. Maar als ik echt moet zeggen, raad ik het niet aan. Omdat het masker gewoon heel pijnlijk is en dat het ook heel moeilijk van je huid afgaat. Ik heb ervoor gekozen om op mijn hele gezicht te doen. Misschien was het ook wel alleen de bedoeling dat je op de punten deed waar je blackheads hebt. Maar goed, ik dacht, ik ga het gewoon op mijn hele gezicht doen. Volgens mij kan nog niet heel veel kwaad.
Ja, hij heeft gewoon de zwarte puntjes niet verwijderd. En dat wil je toch heel graag bij een blackhead masker. En dat heeft hij totaal niet gedaan. Daarom ben ik er niet zo heel erg enthousiast over. Gewoon omdat het ook pijnlijk was. Ik vond het heel leuk om dit setje te testen. Maar ik zou het zeker niet aanraden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zelf deze set al bij de Action hebben gespot. En misschien heb je het zelf ook al wel gebruikt. Ja, misschien is jouw mening heel anders over deze set. Misschien vond jij het wel heel erg fijn. Werkte het bij jou prima? Laat het me zeker weten bij de comments. Ja, ik wil je voor nu gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Kun je altijd even gratis abonneren. En als je ook even op het belletje drukt, dan krijg je ook gewoon direct een melding zodra een video van mij geüpload wordt. Dus zo blijf je altijd op de hoogte van mijn nieuwste video's. Ja, ik hoop je eigenlijk bij een nieuwe video weer terug te zien. Doeg!